maar gaan slapen, je lijkt oorlog. Doe, jij hebt de kans gevat om vanavond hierheen te komen. Moet niet worden in jouw kat. Jullie ding mooi uitgedacht. Dat is die laatste plek in de wereld waar we mij zal zoeken. Ben ik met het in jouw paard zo lekker plaats ergens? Ja, daar is mijn paard zijn plaats, maar daar die plaats wil ik iets bijzonders gebruiken. De geheim? Jong, jij was je iemand die van iets zegt. Jouw kerel zijn plaats vergelegen is nabij Duikersvlijt. Zien van daar jouw kleinere dorpjes, maar kan niet klein genoeg om je bank te hebben. En hier die bank is op ons eerste als maar vol geld, hè? Ja, die boeren doen goed. Maar hier moest zeker een van de eerste oude banken geweest wat ooit gebouwd was. En ik hem jouw punkje omstoot. En ik zeg voor jou zwaar, een van hierdie mooie lekker daar. Wat van jouw kerel? Zal hij aan je huis toelaat? Jouw baas, hij is een van daar is zwaar. Man, hij is zo zwaar, je kan hem het in de hand weer. En dan nog een ding, hij is blind. Hij is zo blind, hij kan niet het ding zien. Dan zit hij de hele dag daar en praat, genoeg om een mens mal te maken. Geen wonder mee maken, moet niet staan niet. Zij heeft me weggelaten met een van daar die ouders wat trekkers gekoopt heeft. Hij heeft mij samen te liggen nemen. Wat ze mij van die oude kerel verteld heeft mij tot die oortuigen gebracht dat hij samen zo ook kon leven. Maar zo'n plaats, dat is maar een lekker plek om te gaan wegsteken. Als je kopje niet doodschiet, dan zal die oude kerel direct krijgen met zijn al eeuwig gepraat rijden. En dan is daar die godsdienst. Driemaal elke zondag en tweemaal met elke maaltijd. Ik schrijf hem een briefje zo af en toe om zijn been te trekken. Hij denkt, ik is een van die sociale werkers. Ga terug aan mij denken, ik is cool vergeten om mij niet te gaan zien. Geet je ook een van die goed? Natuurlijk, want we allemaal een van die goed, dus maar die moeder. Ik wil ook een krijgen, een mooie. Daar is die zoenen. Allemaal squares, uit Assessa. Wie wat? Dan geef je een thee. Ach nee, thee af. Moet je toch koffie af voor die babbelaars, maar niet thee niet. Maar zeg mij, moet je aan die sociale werker gekomen? Magistraatse orders. Hij heeft mij dat los op voorwaarde dat ik elke week voor die welzijnshuis gaan kijken. Je ziet echt niet paals meer van worden. Jij weet niet hoe gelukkig je is niet. Ach, ik weet niet eens dat ik een paar heet niet. In elk geval, ik word 21. Ramp, ik heb ons samen. Ons aan het papier. Je weet, je staat in je kans. Ons leren nou judo. Dit is waar je fout maken, beest. Ik heb een zwart gordel en hier keer gaan het in gebruik, maar centraal is dit te blijven. Kom. Jimmy. 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 Kijk, kerels, jullie beseffen natuurlijk dat jullie een groot moeilijkheid is. Constabel Inslin leidt in het hospitaal en ons vrees voor zijn leven. Als hij dit niet maakt, nie, is jullie betrokken bij een moordzaak. Maak je dit wel, is jullie nog een groot moeilijkheid. Dus wees nou verstandig en vertel van mij wie dit gedoen heeft. Wie was daar die andere kerel? Oké, Sarge. Ik zal voor jou zeggen wie dit was. Maar dan wil ik een schriftelijke waarborg hebben dat jullie mij niet zal vervolgen omdat ik die tronkheid ontsnap heb. Clever. Kijk, Sienkie, je ziet nou bij die huis niet waar. Maar Louis, hoe kan ik voor jou een schriftelijke waarborg geven? Kijk, ik zal voor jou zeggen wat ik zal doen. Ik zal een goede woordje in die oor van die rechter voor jou fluisteren. Dan hoef je dat niet zo lang te zitten, niet. Hoe klinkt dit voor jou? Oké, Sarge. Ik zal voor jou zeggen wie die man was. Ah, ik gedacht, je zal het zo inzien. Nou ja, wie was het? Nikita Khrushchev.
jou schaaf. Ik geloof, je moet niet verspot wees nie. En als een zo'n woord van jou, dan rij je aan die pen hoor. En ek wil weet, hoe kun je ek in een bin in die boek steek? Ons is maar net lekker gejolle. Ja, ons moet vir julle arrest. Ek hou julle als getuies. En als Constabel Enselen niet die paal haal nie, dan hang julle al drie van julle. Dan sê julle natuurlijk vir my sê wie dit gedoen het. Skaars water, sergeant. Dis impossible. Hoe kan ons vir jy sê wie dit gedoen het? Out of the question, sergeant. Hoe kan nie squeal nie? Hoekom kan julle nie sê nie, julle weet toch wie dit is? Want dit is teen die wet. Wat er wet? Wat er wet verbied julle ons staatsgevangenis te lever? My wet. En my wet. Ons wet. Danny, jy moet my help. Ek moet een plek vir hem weggekry. Maar ek het niks bedoel nie. Moes ek weet wat hy met die vent gaan maak nadat hy val. En jy weet, het was so donker. Ek kon hier ding sien. Dat helpt nou nie, Ocean. Jy is in die moeilijkheid. En enig een wat vir jou probeer help is in diezelfde moeilijkheid. En het mag nie gebeur nie. Krijg my uit, Lenny. Krijg my uit. Hou jou bek, my engel. Luister hier, Nick. Jy moet uit hierdie dorp uit. As die politie vir jou krijg, is het klaar. Gaan Kaapstad toe. Durban, Palera op die strand en brand vir jou brein. Ja, uit hierdie dorp uit. Gaan soek vir sel werk op een plaas. Vir my sal dan nie werk op een plaas. Snaaks. Daai stupid Louis en pa het plaas. En die kops weet nie daarvan nie. Ja? Maar wat maak hy? Groot pa het in die middel van die dorp. Waarom het hy die plaas toegegaan? Hy was op pad. Nou sal het lang tijd vat. 15, 20 jaar, miskien ooit voordat sy ook hierom weer sien nie. Sy ook kerel sal hom nie weer sien nie. Hy is so blind soos een mol. So blind soos een mol, ne? Sy ook kerel sal hom weer sien nie. En het was 10 jaar geleden wat hy hom gesien het, toen hy so'n knapie was. Dit ging mee een plan. Is mal nie, daar die plan sal nooit werk nie. Wat wacht, Lenny? Help werk met Brin op die laatste raad. Zoiets mag je niet doen, nie, Nick. Zelfs de grootste skurk zal zoiets niet doen, nie. Die laatste skurk zal enige iets doen om zijn eigen leven te red. Je weet, ik denk dat het man kan werken. 10 jaar geleden. Dat is een baie lang tijd. Stemmen verander. En zoals ons gezegd, die ook kerel is blind, hij kan jou niet zien, nie. Al wat je moet doen is die rechte geluid maken. Haast mij al, broer. Ik voel bekommerd over jou. Bekommerd over mij? Hoekom? Ik stel niet meer belang wat om jou aangaan. Ik weet, Marcus is een skip wat koers verloren. Daar is niet meer sterren waar volgens hij kan sturen. Ach nee, kom. Ruk jou recht. Jij moet iets doen, wacht hier is je koffie. Dank je. Jij moet iets doen, maak je zelf wat niet. Zolang als je net niet zo doelloos hier zit niet. Ik heb baie hard gewerkt toen ik een jongman was, Esther. Omdat daar iets was om voor te werken. Ik heb een vrouw gehad en ik heb een zoon gehad. En toen blind geworden dat ik nog aangehou om hard te werken omdat ik iets gehad heb om voor te werken. Het is 10 jaar geleden. En in die 10 jaar heb je nog geen taal of tijding van hulle gekregen. Jij moet je nou daarbij berust en een ander belang in je leven krijgen. Een ander reden om voor te werken. Jij is nou bezig om een wrak van je eigen leven te maken. Ik weet het, maar ik wacht. Ik weet je dat mijn zin weer terugkomt. En dan gaan ons hier die plaats weer opbouwen zoals wat het was en die dagen toen ik nog kon zien. Hij is een goede zoon, Esther. Nou. Louis is een goede zoon. Maar ongelukkig heeft hij andere belangen. Hij is nog maar eenmaal net niet een boer. Nonsens, Esther. Hij is een kind. Is hij niet. En dan kom ik met verlof hierin. En dan, Esther. Dan gaan ons hier die plaats weer opbouwen zoals wat het was. Ik en mijn zoon. Zelle ogen, Saneke. Louis kan kom huis toe. Ach, nee, my kind. Moet niet zo voor mama ons praat. Mami, ek is siek van hierdie ewige gebraad van Louis Kemp en sy huis toe kom. Wat een goede zoon is en hoe hy hierdie plaats weer gaan opbouw. Dat is een grap. Elsabeth. Moet niet dat zijn niet. Moet niet bitter omtrent Louis wees, hij is jouw neefkind. Ons moet allemaal trots op hem wees. Hij zal bekend wees oor die hele land. Jij zal zijn betrek in elke courant zien. Want jij moet altijd trots op hem wees. Hij zal nooit een slechte woord van hem hoor, niet zal hij moeder. Nee, nooit. Maar je weet Hans, mensen vergeet gauw. Niemand kent meer van Louis hier. Als hij een dag beroemd terugkomt, zal jullie moeten vertellen dat hij jouw zoon is. Hij zal hem laten onthouden. Eén dag kom je hier triomfantelijk terug, jij zal zien. Ja, hij zal. Hans is niet voor jou, niet? Ach, verstaan toch, Marken. Om in te luisteren naar die buren zijn praatjes is die enigste afleiding wat hij deze dag heeft. Dat is toch onschuldig genoeg? Betty Klopper is alweer zwanger. Nog een doop voor ieder jaar zijn nacht. Die Klopper is een bedreigde man. Thank you.
in. Goedemiddag, zuster. Goedemiddag. Constabel Inslin, alsjeblieft. Hij is ernstig ziek. Geen bezoekers wordt toegelaten. Zuster, ik moet hem zien. Jammer, ik kan die niet toelaten. Die dokter ze bevelen. Heeft hij enig iets gezegd? Enig iets, als het ook goed in elkaar. Hij is niet door elkaar, nee. Hij is bewusteloos. Die brein is mondelijk beschadigd. Daar is geen zin in reactie niet. Hoe lijkt het enige vordering? Nou, kapitein, Stabel Ensens revolver het laatst omgelegd. Hij moest het uitgeplukt en niet kaasgaard om te gebruiken. Niet. Zeker dat valt. Ja. Misschien dat hij het niet laat vallen, sergeant. Misschien dat hij het op een andere wijze verloor. Bedoel je judo, kapitein? Nee, dat kan niet wezen. Constabel Ensens was die beste in zijn klas. Hij zou nu laat iemand zijn revolver zonder zo van hem maar wegnemen. Wat van daar die meisjes wat samen met Kemp en zijn kruis was? Is daar niet iets van hulle nie? Nee, kapitein, hulle is banger voor Kemp en zijn klomp is wat hulle voor ons is. Hulle sê hulle sal hulle levens in gevaar stellen, hulle ons iets moet vertellen. Dan moet ons die ouders nader. Misschien zal hulle hulle bewegen om iets te praten. Nee, dat is nog erger, kapitein. Die ouders zijn dus onschuld hier bij die CID. Die KOD. KOD. Hulle sê dus door ons onbehendigheid dat die jong skurke kan rondlopen om hulle dierbare, onschuldige dochterkies te besmet, die weet hoe hulle praat. Ja, ik weet. Maar als hulle beseft dat hulle in die moeilijkheid kan komen, omdat hulle verloor kind gezelschap gehoord, terwijl hulle geweten dat die politie naar hem zoekt. Nee, kapitein, het zal niet werken. Nie. Die ouders staan bang vast achter hulle. Hulle gaan gloe nie hulle dochters laat hulle levens in gevaar stellen, net omdat ons niet ons werk kan doen. Nie. En denk jy hulle is gerechtig om zoiets te zeggen, sergeant? Ik heb al baie daarover nagedink, kapitein. Die jong skurke het geen respect voor mensen levens nie. Als een van haar dochters mijne was, dan zou ik ook gevreesd het voor haar leven. Je ziet dus een broederschap, kapitein. En als die gerucht verspreidt dat een van die meisjes iets aan ons oor gefluisterd het, dan zijn gemerkt. Maar weet je nog wat die weer af verantwoordelijk is, sergeant? Daar zo baie van de kapitein kon je nog in geweest het. Nou, dan moet ons maar wachten tot dat Constabel Ensens zijn bewustzijn terugkrijgt. Dat is drie posities gezond. Ja, ongelukkig leek het zo, kapitein. In elk geval, één ding is zeker, ons zal hem krijgen. Wel, net niet te lang meer nu hoor. Ik moet maar 5 jaar op pensioen gaan. Ja. Ik moet nog 5 jaar op pensioen gaan. Dank u, tot ziens. Tot ziens. Morgen, Piet. Morgen, sergeant, hoe gaat het? Ah, zo stil zoals die graf. Als er wel een man moet aftreden, dan stierel je naar je replek. Sure. Piet, wie is hij vreemdeling? Ik weet niet, hij zei die gewoon dat hij zomaar nog zo'n zin was. Wat is zijn naam, wat heeft hij gezegd? Hij zei, hij is Kemp. Kemp. Familie van Omaas? Ik weet er echter niet, sergeant. Nou ja, zolang ze weet waar hij gaat, hè. Wederom, Piet. Tot ziens, sergeant. Met die kentleer. Ja, sergeant. En maak pas je schoenveder. Hoe sergeant dan weer geweet, mijn schoenveder is los? Hij is altijd los, man. Sergeant, zie nog niks voor.
Maar niet leer op maak nie. Bring hem net voor mij. Ik heb al meermalen gezegd om hier in te kijken. Het is vertrouwelijk. Wat is die geheim, sergeant? Inlichting waar die skinderwerken van jullie dorpje een maand lang in die gang zullen. Je weet hoe lekker skindermensen op een klein dorpje. Maar dan zal ik kleur met eten hier. Net ik en twee vrouwen weer daarvan. Dat is een geheim. En zo zal het blij. Hier is geen gelijkenis niet. Het lijkt glad niet zo zijn. Zo is wie, sergeant? Die kerel werd net naar het dorp gelopen. Ons moet ons oog open. Omaas is blind. Hij kan het niet zelf doen. Hoe kon het gebeuren? Hoe is het mogelijk dat een goede jongman zoals hij zo kon verslechten? Ja, goedemorgen mevrouw Wagen. Ja mevrouw, ik heb het ook zo gehoord. Mevrouw Wagen, kijk, als hij zei zijn naam is Louis Kemp, dan is het Louis Kemp. Mevrouw, hij is nog bezig om schinderstories te verspreiden. Ja, maar ik heb die al voorheen gezegd. Die Louis Kemp wat in die couranten was, heeft niks met hem aan te doen. Dat is glad niet familie niet. Daar die Louis Kemp is een van die Kemps wat achtergebleven in die kolonie. Omaanse Kemps is mensen wat samen met Sarels Louis getrek het. Ja, mevrouw, ja. Mevrouw Olwagen. Ik denk haar neus is al nerf afgeskeerd, zo zij het insteken aan de mensen zijn bezig. Ze is kon verder al vast. Nee, zo. Zo. Kom nou, klein boy, ons werk al amper voor een uur bij diezelfde plek. En die oude dag, ons het moest baie meer draad bij die tijd gespannen. Excuse me, maar de machine werkt nou raak nie. Nou, maar waar kan die fout wees, klein boy? Laat ik een beetje voel, misschien ik kan hem recht maken. Nou, maar klein boy, ik weet niet waar kan die fout wees, nie, lijkt me alles recht hier. Wat is niet daar in de room, is daar zo, kan ik jou helpen? Dankie. Zie je nou, klein boy, je is sommer net mampara. Ik zie nog, meneer. Ja, je moet net mooi kijken hoe werkt die baas. Dan is al recht wees, altijd. Zo ja, nou kunnen we weer aangaan. Dit is vriendelijk van jou neef Eckerskamp. Wat, Kemp? Maar ik ken jouw stem niet, is ons familie. Ja, ze is nou verwant, ik ben uitgenooid om hier te komen keuren. Dit kan niet wees. De enigste persoon wat ik nog naar mijn plaats toe uitgenooid heb, is mijn zoon Louis. Jij kan niet Louis wees, niet kan je. Ja, pa, ik is Louis. Ik kan het niet geloven. Al die jaren heb ik op jou gewacht. Mijn kind. God heeft jou teruggestuurd naar mij toe. Laat ik zien hoe jij lijkt. Jij is maar. Was je ziek? Nee, pa, ik was niet ziek. Hier zal ons jou gauw weer opbouwen. Kleinboy, hier is baas Louis. Waarachter, baas? Waarachter, kleinboy? Kom huis toe. Kom huis toe. Tante Esther zal toch te blij wees om voor jou weer te kan zorgen. Jouw kamer wordt al die jaren voor jou gereed. Nou, hoe lijkt het, mijn kind, voor hoe lang kan je hier blijven? Niet zo lang niet, pa. Zo lang is mondelijk daarom. Dus op deze draad. Oh, dank je. Ik ken die draad als zo goed, mijn kind. Nou, is het dan voor jou mondelijk zo'n 2 of 3 jaar? Nee, niet zo lang niet, pa. Als je niks met verlof. Ik zou moet gauw weer terug gaan, misschien zo 2 weken. Ach, 2 weken is genoeg voor ik en ver gelegen om jou hier te houden voor de rest van jouw leven. Klim oor, kom eens gaan drinken koffie. Wie staat er op het? Een vreemdeling. Ik heb hem nog nooit van tevoren gezien. Dat is snaaks. Maar weet maar, elke keer is ik een vreemde jongman op jullie plaats zien en dan kijk ik eens Louis. Oh nee, dat is niet Louis niet. Louis is waar hij hoort, veilig achter die tralies. Esther, Elsabie, kom kijk wie is hier, kom kijk wie is hier. Kom kijk wie is aangekomen, kom kijk wie is hier. Nou, waarom is jij zo opgewonden, Hans? Wie is die meneer? Kan je niet zien wie is dat? Kan je niet zien dat het speciaal Louis niet? Oh ja, je hebt hem nooit gekend, Louis. Dat is je tante Esther en je nichtje Elsabie. Goedemorgen, tante.
Goedemorgen. Mama, ik dacht maar mijn gezicht. Goedemorgen, Louis. Groet jouw neefje. Goedemorgen, neef Louis. Ik weet, je hebt voor Else die gezegd, hij zal nooit weer terugkomen, maar hier is hij. Kom, Louis, kom, ons gaan zitten, ons drink koffie. Je moet wel eens toberig voelen naar jouw langreis. Kom, ik ga wijs jouw kamer voor jou. Gaan zo al een lange tijd die kamer voor jou in gereedheid. Als je eerst gewas hebt, voel je weer fris en dan komt dan je koffie. Else, dan krijg je die bedden goed voor Louis' kamer. Meneer woord niet. Elsabie, wel gewis is aan bloed, zijn ik hier die meneer niet om halen. Om ons verlang zo naar Louis dat hij enig een van zijn zoons lang vaar. Het is aan bloed. Hallo? Hallo? Niemand antwoord niet. Ik dacht, ons krijg ik je leven vandaag. Hallo? Ik heb van plan te willen. Nou luister jullie twee naar mij. Jullie weet zeker die rechter Louis Kemp zit niet dronk, hè? Ja, ons weet het. Maar zijn pa weet het niet. Als hij moet weten dat die brieven wat Louis van geschreven heeft, een brede grap was, dat zijn hart breekt. Maar ik waarschuw jullie. Eén woord van jullie en ik vertel alles. Hou dus op ons dus twee engeltjes te keren te gaan. En gebruik je verstand. Of misschien wil je Harry ook op met omkap. Jezus, durf jij zoiets, hè? Shara, zorg niet dat niemand hier komt keren. En wat van Hans? Als hij moet uitvinden dat zijn eigen zoon niet dronk zit. Hij zal niet uitvinden. Nee, als jullie van mij luisteren niet. Ik zal mijn echter kort terug hier blijven. En gedurende daaruit tijd zal hij gelukkig wees. Als ik wegga, zal ik van zijn mijn werk het mee teruggeroepen. Maar wie is je? Hoe kan je het oor je hart krijgen om voor te geven dat jij een blinde man zijn zin is? Hoe kan je zo slecht wees? Hou jullie bij je eigen bezigheid en ik beloof jullie dat ik zo goed wees van Hans. Jij zei ik is slecht. Maar je zal uit van hoe slecht ik is je niet van mij luisteren niet. En kan ik slecht wees? Dat kan ik zien. Daar is niet nou tijd om te kwetsen. Nee. Onthoud net, hoe maanse geluk hangt van jullie twee af. En wat meer is, jullie eigen gezondheid ook. Maar meneer, dat is nou eenmaal te veel, ons kan het niet toelaten. Vrees, ons had geen keuze niet. Die geslepen meneertje die heeft van zijn handen en die weer van op de grond. Dus beter, zou ik nu zoiets aanvangen als ik het niet goed uitgedink heb. Nee. En nou, lieve tante Esther, wees me in mijn kamer. En lieve nog Elsabet, breng daar je bedden goed. Meneer kan het niet dat doen, kom. Goedemiddag, zuster. Goedemiddag. Hoe gaat het nou met ons? Een beetje beter, maar ik kan nog geen bezoek ontvangen. Hij heeft daarom laatst nog een paar woorden in zijn slaap gezien. Hoe slaap je daarom nou? We zijn niet meer bewusteloos, nee. Van inspuiting, ja, maar het is daarom slaap. Ons rekenen dat hij nou kan staan. En dat hij enig iets gezegd? Niks van belang, nee. Alsjeblieft, zuster, is bij belangrijk. Enig iets, het maakt niet zaak wat het is, nee. Hij heeft twee woorden oor en oor herhaal. Iets omtrent een zwart gordel. Zwart gordel, dat is een aardig. Dat heeft iets met Judo te doen. Misschien wou je graag een zwart gordel gehad het. Maar wacht een beetje. Ja, dat is net moeilijk. Baie dankie, juffrouw. Dat is moeilijk net die leider wat ons gezoek het. Tot ziens. Ik is van de politie af, sergeant Milan. Ik wil graag een paar woordjes met jou praten. I didn't do it, Sport. I wasn't there. I was with him. You can ask him. No, no, you're not in trouble, George. I'm looking for another person. Oh, well, that's different, sergeant. It's a youngster, ducktail type, and I think he's got a black belt. Well, there's not any black belts here, Sport. We don't see any black belts anymore, you know. Yeah, but surely you had some in the past. Well, you know, with these ducktails today, youngsters with chains, knuckle dusters, bicycle chains, I just can't think now. Can't you even remember one? Well, I must think, you know. It's very hard to say. I've just been working out. Well, then strain yourself. Look, don't make a monkey of me, Sport. Okay, okay. That's a good kid, that. Yeah, he looks keen. Can you net get on, don't he? Well, ik moet denk, meneer. Ik moet denk. I just can't think. Maar je moet proberen rond, though. Jullie kerkje van ons zoek is niet een aangename type, nee. I'm trying my sport, but I just can't remember it all. Hij heeft zijn judo gebruikt om een man amper dood te maken. Ons moet proberen om te krijgen.
Man, I've got him on the tip of my tongue, but I just can't think for a minute. It's coming out slowly, but give me a bit of time. Let me think. Wait, I've got it. It's Nick Lotta, the chap you want. Yeah, that's the Nick Lotta. Nick Lotta? Yeah. Is he seeker? Like a seeker, yeah. That's the man, I'm sure of it. Bye, Uncle George. Okay. It was bye, sir. Yes, all right. Don't seem seeker. What are you doing? The oldest trick in the world and I get caught. Ja, hierin is ook nou klaar. Ai, dit wees jou daarom maar. Die plaas het een baas nodig. Iemand wat oe het wat kan zien. Ja, dis net jammer. My werk gaan my enige dag nou weer terugroep. Kan jy nie bly tot na die oes nie, asseblief? Ba, ek sal vir die rest van my lewe hier wil bly. Dis net dat die werk wat ek in die stad doen, enigste is wat ek kan doen. Nou maar kyk, jy kom as hier een plaasboer word. Ek gee nou al die lesjes in jou handen. En as ek die dag nie meer daar is, nie is dit toch jou plaas. Pa, ons staan alweer in klets. Ek moet gaan klaarmaak aan die ander kant. Nou maar goed, sien, ek sal maar nog hier so'n bietjie by die hek staan. Hier is een bietjie koffie, ons. Ah, dankie my kind, dit sal lekker wees. Sien jy wat een verandering hier op die plaas is, nou dat Louis hier is. Dit is weer lewendig. Dit lyk weer soos in die dae toe ek dit nog self kon waardig, nee. As hy maar net kon bly, maar ek ja, kan nie, ek kan nie. Hy kan ongelukkig nie bly nie. Maar, kyk nou net die orukkie wat hier is. Hoe prachtig lyk die plaas weer. Ek sou regtig begeer dat hy kon bly. Maar nou ja, hy kan nie. Maar Elsabie, daar is iets wat my iets wat onrustig laat voel. Jy weet, ek voel nie lekker nie. Dit lyk my, jy hou nie juist van Louis nie. Sê vir my, wat is dit? Nie oom, ek hou baie van hom. Ek is net jammer as ek die verkeerde indruk gegee het. Ach, wat, miskien jy maar net een bietjie skaam vir hom, nee. Ja, dit mag die moeilikheid wees. Wees maar gelukkig, oom Hans. Het is wonderlik om oom weer so te sien. Ons kan nie langer wacht nie, die kos word koud. Wel, sit dan maar sy kos in die onderlaat as eet, ek wil gaan slaap. Kos word slecht aan die oond. Hy weet ek hou nie daarvan dat hy so laat is. Esther moet jou toch nie so verhard in die sien nie. Dit is nie dat hy eet is in die dorp of ergens in die kroeg sit nie. Ek onthou my eie jong daar dat ek amper nooit aan die tafel geëet het nie. Die sien hy die boerdery in sy bloed. Hy praat maar nog altyd van terug gaan stap toe. Dit wil ek nog sien, en as hy terug gaan, sal hy baie gauw weer kom. Nou ja, toe kom sit nou maar dat ons eet. Nat aan Esther. Ja, weer laat. Ek is jammer, maar ek moes nog eerst daar hier aan het laat loop. Wat is jy bezig om te doen? Jouself onmisbaar maak, Hans, so dat jy weggaan nog meer kan voel.
Wat is nou eindelijk jouw spiritje, meneer? Elsabie, bring sy kos. Naand, Elsabie. Wat denk jij nou eindelijk is mijn spiritje? Ik weet niet en ik geef niet om. Ik wacht net tot die dag wanneer jy hier weggaan. Wat er skaar heb ik jullie al ooit aangedoen? Waarom haat jullie mij zo? Of is jullie jaloers dat iemand anders ook voor mijn Hans een beetje liefde kan geven? Jaloers omdat ik ook van zijn liefde voor mijzelf geneem heb. Hoe zelfzuchtig. Al die jaren nog heeft ons hem opgepast, toen er niemand was om hem te helpen. En nu kom jij een vreemdeling voor vreemd ons. Ik kan ze zien of veranderheid jij naar ons. Dus niet jij niet, Elsabie. Jij praat niet recht als zo lief. Ik weet niet hoe ik moet praten. Ik zie niet dat daar iets vreselijks verkeerd is. Onthou net, als jullie tragedie is, zal het niet mijn schuld wees nie, hoor. Jy het nog nie my vraag geantwoord nie. Wat is jou plan? Ek sal vir julle sê, julle weet seker dat ek hier gekom het om weg te kruip. Ja, dat weet ons maar al te goed. Hier het ek 'n plek gekry wat my nodig het. Daardie lande skree om hulp. Roep uit vir iemand soos ek. Julle weet in my hele lewe het niks en niemand my nog ooit nodig gehad nie. Solank as ek hier is, en solank as ek op daardie lande werk, is ek in die hemel. Kan julle dit verstaan? Die grond het iets in mij wakker gemaakt. Jullie weten en ik ken niet zo dingen zoals pa nie. Oom Hans was de enigste mens wat ik ooit vader kon noemen. Ik het jammer om dat te horen. Wat is jouw naam? Ja, dit maakt niet zaken. Jouw klein dwaas, je gaat toch naar die praterij van hem invloed op jou uitoefenen. Ga naar jouw kamer terwijl ze. Ja, dat is recht. Sluit jullie dochters op. Ik is de boef. Jullie is onder die dieven verval. Kom eerst je kost op je schulden. Jij is van die gemeenste dieven waar is. Je steel je net mensen zo goed niet. Maar je steel hulle liefde op. Maar in ieder huis gaan jullie het niet recht krijgen. Ik wil jou dop. Ik zou veel zeggen als ik weggaan. Dan kan jullie maar jullie messen en vurken tellen. Als jij ooit hier weggaan, meneer, dan zal het een boeier wees. Goedemorgen, Hans, hoe gaat het? Morgen, meneer Vermeulen. Goedank u, gaat het met jezelf? Nee, goedank u. Ontmoet mijn zoon Louis en dit is ons bankbestuurder, meneer Vermeulen. Ik denk jullie twee gaan nog in de toekomst bij met elkaar te doen krijgen. Aangenaam met kennis, meneer Vermeulen. Aangenaam, Louis. Mag eens met zijn oude bank hier? Mens kan meer een klein puntje omstoot. Ja, dat is oud. In elk geval, je het wonderen verhoogd met hem aan zijn plaats, Louis. Dank u. Ja, man, vanmorgen toen ik daarom daar tussen die medisch loop en ik voel die prachtige koppen, toen denk ik bij mezelf, hier jaar zal mijn bankrekening zeker niet oortrek wees nie. Man, die goede is toch te prachtig. Ik weet rechtig niet hoe je dit kon gedoen het, nie, Louis. Ja, je ziet, oes is net zo belangrijk als die klant. Als met recht, oes niet jou te verloren. Zien je, meneer Vermeulen, die zien weet waarvan hij praat. Ja, mans, wel, jullie zal mij verschoon, ik het werk om te doen. Morgen, sergeant. Morgen, meneer Vermeulen. Dag, mans. Morgen, sergeant. Sergeant Loots, en dit is monsieur Louis. Aangenaam, Louis Kip. Aangenaam? Wel, dat is het ding wat niet aldag gebeurt, nie. Te denk dat een eenvoudige politieman zoals ik, een man zoals Louis Kip moet ontmoeten. Ja, sergeant, je ziet monsieur is eigenlijk een maatschappelijke werker. Werkelijk? Ik stel persoonlijk bij belang in maatschappelijke werk. Louis, is je nou klaar is met je bezigheid, kom ik hier in het politiekantoor en dan ga zelf ontmoeten die maatschappelijke werk. Moet niet te lang wees, nie, ik wacht veel buiten. Zeker, sergeant, ik kan gaan. Kom, pa, ons maar klaar. Ja. Het is zo rustig als hij hier is, nee, is het niet? Ik ben recht dat hij van gul weg. Ja, moeder. Er is iets oneerlijks in die zin, iets wat gemeen en onduims is. Ja, moeder. Hij heeft geen mijn hondervlees. Mami moet niet zo praten. Nie. Hij heeft hard gewerkt, en man is zo gelukkig. Ik heb zeker daar is bij wat goed is, man. En daar aan toe hy gepraat het en hoe niemand hem nog ooit nodig gehad het nie. Jy geloof ook in die stories, nie? Dink mama nie, hy was eerlijk nie. Mense praat nie makkelijk van hulle gevoelens, nie weet mama. Ja, so eerlijk soos die slang in die paradijs. Hier is ek wel geen verliefraker in hier nie, hoor. Nie, moeder, natuurlijk nie. Elsa, dat is toch nie moeilijker dat jy wil gaan verliefraak, meester? Nie, moeder, dat is nie. Ek weet, jy is baie eenzaam weer, my kind, maar een dag sal die rechte inkom. Die seun is nie recht vir jou nie.
Jy kan verstandig wees, Helse. Moeder moet asseblief nie meer daarvan praat nie. Hel, laat ons mekaar daar net verstaan. Jy gaan verstandig wees, Helse. Mami, asseblief. Hallo. Jou naam is Louis Kempney. Dis Nick Lotter. Jy het die politieman amper doodgeslaan. Alright, meneer, sit in grens nie. Waar is die eisters? Moet nie met my bezigheid leer nie. Soek na jou weens aanranding op konstaap Lensling. Hy is gelukkig aan herstel, so dit kan wag. Geen jou terug die plaas toe. Plaas toe, sergeant? Maar die kerel wordt achter die tralies. Nog een javel wat je mij probeert voorskrijgt. Ja, sergeant, ik bedoel maar net, dat is een gevaarlijke vent hier. Ik ga hem terugsturen plaats toe en jij gaat elke dag uitruimen te kijken of hij daar is. Sergeant, wat denk je procedure hier aan van? Eerst stel ik die vraag. Nick, doen wat ik zeg. En die eendag zal ik een goede woordje voor jou aankrijgen. Bel voor mij tante Esther. Ja. Kom eens gaan akkoord aan, jij en ik. Ik akkoord aan met de policeman. Moet je maar uitlachen. Slim, jij nee. Denk in elk geval na. Wie jou asem hoort nie. Blijf stil, man. Luister wat ik voor jou wil zeggen. Oma Hans is een baie goeie en een baie oude vriend van mij. Ik wil niet dat je met zeer gemaakt wordt. Daarom stuur ik je terug plaats toe samen met hem. Bereid hem voor voor die dag wanneer je moet weggaan. Beloof hem zelfs dat jij zal terugkomen om hem te kunnen keur. Als ik je nu moet arresteren, dat zal jouw man baie kwaad doen. Susanne, van Esther op je lijn. Hallo Esther, dat is Loos dat praat. Ja, kijk, die zogenaamde Louis Kemp is bij mij op kantoor. Die politie zoekt nou. Hoe je dat geweet? Zijn rechte naam is Nick Lotter. Ik stuur hem terug, Esther, samen met de Maas. Het is een Normaanse belang. En je moet hem oppassen. Elke ochtend en elke avond moet je mij bellen om te zeggen wat hij doet. Bang? Nee, Esther, dit zal net andersom wees. Je hoeft jou over niks te bekomen, nee. Als hij samenwerkt, dan gaat het in zijn eigen belang wees. Ik zal getuigenis in je hoofd geven hoe hij hem gedraagt. Zal je zo maken, Esther? Bye, dank je. Je hebt gehoord wat ik gezegd. Dat is ons akkoord. Hoe moet ik weten dat ik in jou vertrouw? En dan praat niet hier van moord en doodslag, niet? Het was een doodgewone aanval op die politie. Iets wat elke dag gebeurt. Elke dag, sergeant? Opval in die spruitje. Ik zal voor de rechter zijn, je was een modelgevangene. Die heeft jou vrijwillig oorgegeven wat je in elk geval gaat doen. Wil je voor de rest van je leven vlug van schuilplek tot schuilplek? Moet niet dwaas wees, niet later, man. Goed, sergeant. Ik ben bereid om nog iets voor jou te doen. Ik wil jou eer een woord hebben. En ik weet, je zal het ook. Jij hebt gestaan. En jij, constabel, elke dag rij je uit met je fiets en ga gezellig met Lotter. Ja. Dat zie je goed doen. Goed, Lotter, je kan gaan. Sergeant, je weet niet wat dat voor mij betekent. Nie. Iemand wat mij vertrouwt. Wel, ik weet niet of ik je vertrouw niet, maar in elk geval, echt jullie kans. Sergeant, dat jij dan van je kop af? Zijn weer zo met mij praten, dan laat ik je in de cel stop. Meneer sergeant, maar... Oh, wat de politieman is, zoekt toch naar die man, hoe kan... Oma Hans heeft wel bij zwaar gekregen, zijn leven. Hier die affaire is niet zijn schuld, niet. Ja, ons kon hem vandaag gevangen. En moeilijk hou je niet zijn woord gestanden. Maar vroeger of later zal hij zijn remmen steeklopen, zal de politieman hem vangen. Je ziet, die wet is daar om die schuldigen te betrappen, maar ook om die onschuldigen te beschermen. Het ons vandaag Lotte gearresteerd, dan zullen die skinderbekken van jullie dorp kost gegeten om maandenlang te skinderen en te kletsen. Weet je wat dit zo betekent? Om Hans te dood. Het is jammer, sergeant. Ik heb het niet zo rauwer gedacht. Confusing.
so baie van die goed, maar ons moet een pak. Wel, dit sal nie te tas wees nie. Kijk net hoe staat hulle hier. Julle staat het vol van die goed. Sikke nekke, Jamie. Sê vir my, kan jy een van hierdie jaarse models vat? Artificiaal, Jamie, ek wat jy om jou heel aangaan. Elke nou en dan kom die owner af om te kyk of hy nog daar staan. Maar ek dink, dit spoil sy aan. Wel, as dit sy aan spoil, dan moet ons iets doen om hom op te fix. Zo wil je van mijn nieuwe pak. Hij is niet te bad, nee. Hij lijkt een beetje zo'n gooiingstak, maar hij is oké. Af nu, ja, wat kan je van de verwacht? Gas maar meer gas, dat is moe. Nee, Louis, dat is net waar hij verkeerd is. Ik rijd nou baie stadig, ik stop bij al die stopstraden en dan gaan we ook al die handsignals geven. Dan zal hij ons niet vatten. Nee. Gooi me daar bij Lenny zijn plek af en raak me slaaf in Jammy. Ik zie jullie boys weer later. Ik zoek iemand plek om weg te krijgen. Ken je plek? Ja, die ook ergens zo wat met een jaar om terug te komen plaats doen. Dat is goed genoeg voor mij. Nee, ik kan niet, man. Ook niet kan ik niet. Maar ook ergens, hè? En dan zijn die plaats. Niemand is meer aan zoeken. En nog een ding. Die politie weet dat het mijn pa is niet. Anyway, ik kan niet plaats toe gaan, niet. Wordt al reeds gebruikt. Wat bedoel je, wordt al reeds gebruikt? Nick Lotter is daar. Uit jouw plek geneem. Dus waar je gauw speel naar je kop doodgeslagen. Kom haar leven hard lang. Hou jouw bek, Engel. Nou, wat van Nick? Ja. Nicky op plek op die plaats gevat. Maar hoe kan hij zoiets doen, die vuilgoed? Hoe moet hij weet? Ons het allemaal gedinkje genoeg, minstens 20 jaar in die tronk zit. Wat is jouw nerve, hoor? Wat heb je Miami gemaakt? Hij staat aan ook in de luidingszaal. Mooi. Luister, kerels. Ik heb een vijf goede plan. Die bank heeft nou een klompje geld en volgende week op vrijdag is Guy Fawkes. En elke dorp is dan maar geraas. Zijn nou ons geef die kinders een klomp kappers en goede maken, moest meer geraas. Dan doen we ons een beetje werk. Al wat ons nodig is, is iemand bij die bankbesteder goed genoeg kennen om tot bij voordeur te brengen met zijn sleutels. Dan is het ons kans. En niks is die kerel. Ja, hij is al twee mannen naar die dorpie. Hij wordt allemaal al te kent. Wat een dorpie. Duikersvlei, man, is naast die ook kerels op plaats. Ik denk niks diezelfde plan als hem gauw speelt. Dat is een lekker plannetje daar, dat zal werken. Maar zeg me, moet je die tronk in ontsnap? Hoe kunnen we ons houden? Je kent ons niet allemaal bij een session, niet? Buitendien, al wat ons nodig gehad het, is een goede procureur wat 5 minuten kon checken. Kom maar boys, nou wil je laat spat. Ons wil die moeilijkheid hier heen. Zeg me Lenny, heeft mij een paar witjes in de stretcher. Ja zeker, ons het was allerhande goed hier. Twee weken, kerels. Nou, hoe komt het ons witjes te dragen? Kom kijk hier. Zeg me Lenny, hoe lang staan haar vleesbal daar? Amper een uur. Nou wat ontdrukt blij aan de kant. Luister, kerels. Voor een paar ogenblikken ga ik ziek spelen. Jullie twee helpen me naar die witwaard toe. En dan? Dan is ons op pad naar Duikersvlei. Waar dat een lekker klein bankje is. Wat je met jouw vingertje kan omsluiten. Die mooiste bankje in de hele wereld. Van hierdie kleren. Hey, morgen is daar een blokje in die drein in die village, hè? Louis, daar dan moet al weer misschien ons met de beter jammy krijgen. Ben, hier is een stukje grijs weer. Die weer lijkt bij mooi vandaag, pa. Ja, kut. Het zal bij goed weer als ons een beetje erin kan krijgen. Weer stop van mij te wak. Ja, alsjeblieft. Veel proes maken grootmans te wak. Nee. Ik heb baie lekker hier gekeken, pa. Jammer ek sal gauw weer moet weggaan. Je kunt me daar rechtig nou al terug gaan. Ja. Ik heb de feest maandag moet ik alweer weg.
En hoe lang ga je hier een keer weg met? Dank je. Ik heb baie lief gehoord voor vergelegen, pa. Ik zal terugkomen zo gauw als wat ik kan. Dat kan ik van nou zeggen. En onthou, kind. Die plaats heeft voor jou ook lief geworden. Mag je, maar die goed van pa is allemaal slecht. Ah, je hebt gedacht dat daar die rietjes bij je altijd in de rook, nee? Pa zal mij nu maar moeten verschoenen. Ik moet nog eerst daarachter gaan klaarverken voor ons gezelschap later weer. Recht, kind. Ik zit maar hier zo wacht, want die Esther zal zeker net ook van mij een beetje koffie brengen. Esther? Ja, dat is ik. Is hier zeker niemand luisteren nie? Ja, ik is zeker. Hij was een oomblikje geleden nog op die stoep geweest. Hij zal niet aan luisteren als hij met een klein sientje van hem kan praten, die klein skurk. Luister, Esther, daar is iets gebeurd. Je zult in courant ook lezen. De rechte Louis Kemp het alweer in die trok ontsnapt. En wat gaan gebeuren als hij hier opdagen? Voor hij het gedoneerd is, was ook niet hierin kerk. Wel, als hij dat toch gaan doen, ga jij naar het op hierdie plaats zien hoor. Als Hans moet horen, niet later sinds zijn eigen zin gaat het zijn leven kost. Louis was nu hier ver naar achter. Denk oom Louis zal ooit weer terugkomen? Nee, hij zal niet, kind. Hoe kan oom dit zijn? Is oom zeker? Ja, ik is. Als je zo oud is als ik, krijg je een voorgevoel. Maar ik ben dankbaar wees die Heer het voor mij een zin gegeven. En nu neem je hem weg. Dit heeft voor mij baie genot verschaft, baie geluk en trots. En nu moet hij weer teruggaan. Maar wat van jou, Elsie? Wat van jij doen als hij weg is? Wat meen oom? Jy weet wat ek meen. As een mens blind is, hoor jy dinge beter. Jy luister na mense se stemme. Jy draai jou hart op jou mou, Elsie. Sal jy hom ooit vergeet? Ek dink nie so nie. Nee, ek glo nie ek sal hom ooit vergeet nie. Dank die hemel, ek het nooit die kans om een gek van myself te maak nie. In elk geval is hom moontlik, want ons is mos nie 'n vernigging. O ja, ek het vergeet. Wel, daardie probleem is dan ook opgelos. Het is ver genoeg, kerels. En weet hoe daar die boot ons wordt in volgende nog daar weer. Ja, maar ik kan niet die jammies zo los, nee. Zit vast, ook. Gebruik hier die juice. De sorry, man, ze gaan een lekker fire maken, laat. Nee, hot rod. Of ga, kerel, of ga, het wordt laat. Bang is een scratch, Louis. Ik hoop jou die net op zijn insurance. Kom wat. Ja, klaar voor vandaag. Elsie? Ja. Dingen kon zo makkelijk geweest zijn. Zo anders. Maar het is niet. En ons kan het niet veranderen. Kan ons daar niks aan doen, niet? Nee, niks niet. Ik had altijd gedacht, ik kan zonder mensen klaarkomen. Maar nu weet ik dus niet waar. Als heb ik het hier nodig. Nee, ons moet niet.
weet hier uitgezakt. Een netje bij zelf. Nee, mag je, dat Louis Kemp in person. Luister hier, ik scheme, je moet iemand ontmoeten. Louis Kemp? Dus, Louis Kemp. Wat een duivel kom maak je boys eindelijk kiezen. Wat meen je, kat? Ik is hier geboren en opgegroeid. Wat doe jij hier? Mag toch al Louis, je weet mos. Jij woont in die plek en niet toevat ik het. Natuurlijk weet ik. Denk jij, als een omgeer een paar van jouw welzijnsvrienden komt krijgen? Hm. Hier is genoeg moeilijkheid. Heeltemaal genoeg. Wat meen je, ik neem mijn eigen welkom niet. Zat niet. Maar niet zo anders wees niet. Ons het een lekker scheme uitgewerkt met die bank en die burger. En jij is deel van haar plannen. Ik is niet meer deel van jullie plannen en schema's niet. Get it straight. Meen je, je wil niet samen met ons spelen? Ik speel niet meer samen niet. Ha! Hier op die plaats is hij Sheila geworden. Ja, een natuurkind zelf. Hier is iets kakka, hier het ons een sharp plan en jij trekt je kop uit. Hé, hey, ouds. Gooi jullie piepers een beetje die kantje. Kijk wat het echt gekregen. Hier is een lekker spinner. Hé, Louis. Neem aan je rechterhand uit. Bing. Jij is zo'n ouwe wat met de tool kan maken. Dit. Hoor gaat het, jullie. Lek. Aha. Zal je sharp ket aan die? Right. Nick. Je gaat samen spelen, hè? Kom nou, Nick. Wees een oude zoetzientje en speel samen met ons. Oké. Okay. Kom maar dat ik je voorstel. Is jij gek? Wil je met mijn eigen kerel voorstel? Nou, luister jullie boys van mij, hè. Als jullie hier willen komen wegkrijpen, dan krijgen jullie weg zoals we echt willen, hè. En niet moeilijk die vrije mensen, daar ben ik niet. Verstaan je? Oké. Kom kerels, kom ons zak. Sorry, Atties. No woodwork tonight. Brazilië krijgt zijn nieuwe hoofdstad voor 4 maanden. Corruptie verwacht. Ach ja. Dat is wel zeer. Ja. Hier zie je. Spookdorp heeft zo'n paddenstoel opgeschikt. Hij is alweer laat. Helder. Naast mensen. Pa, hier is de pa van mijn vrienden. Ik vroeg gezegd dat we ooit niet hierbij komen dan we er voor ons komen keuren. Tant Esther, Elsabien, ontmoet mijn vrienden. Pa, dit is Ben Raven hier. Hij is de expert in skeermisseling. Helder daar waar. En daar dan, hij is Willy Erhard. Hij is de kasregister specialist. Dat is sweet en zo. En dan heeft ons dan Nick Lotter. Hij is een kampioenatleet. Als je revolvers goed hoort, dan zie je hem niet meer. Nick Lotter. Zo, dus Nick Lotter. Baie welkom in hierdie huis, Nick Lotter. Jy sal ook maar altyd hier welkom wees. Julle ander ook, welkom in my huis, sit by my tafel. Esther, ons het vriende. Ek wil jou praat. Esther, dit is vriende van my seun en hulle moet as sulks behandel word. Onthou, dit is nog my plaas. Wat is jy so bang as jylikie? Kom, denk jy daar in die donkerkie weg. Kom, kom ons tjolipietjie. Je moet zo steen met jou gedraaien hier. Elsabie, ga naar je kamer toe. En tante Esther zal je nou alsjeblieft maken zijn vader zei. Het is slechte tijd om te voeren, tante Esther. Van jij is Louis. Hoe durf jij hier komt? Heb jij geen schaamte of eergevoel niet? Ons zal maar net het morgen aan het hier wees. Daarna zie je nooit weer van jouw slechte Louis hoor niet. Ook die van Nick Lotter, Willy en Benny. Gaan kom bij toe dan, Esther. Dit is die plan. Nick, jij gaat naar die bankbestuurdershuis toe. En die zegt omdat haar lucht niet bang brandt. Maar niet wat daar die op die zaak bekommert niet. Ons laat wel zorg. Hij zal samen te komen en hij zal zijn sleutel samenbrengen. Hij is die voordeel opzijd en dit is waar ons aan komt. Ons vat wat ons kan, steel een motor in en maak sporen. Net wil je niks op die bank wees. En Ben, je geeft je crackers aan die kinders. O ja, en
Als je ziet dat die bankbestuurder bij die bank aankomt, dan bel je die politie en zeg van dat daar moeilijkheid bij die Kempse plaats is. Right. Dat is een lekker plan. Wat denk je, Nick? Klink al uit. De boer te werk. Je wil die andere dag zeg vermillen. Bankbestuurder. Ik zeg van, je kan jouw bank met je pakje omsturen. Want dat je niet normaal deze is zo gezegd. Louis, je moet die oude brandkast zien. Luister, die moet jou ondervinden. 15 secondes en hij is op. En al hij doet. Hey, Janice, ons moet wakker lopen voor ons. Het heb ik niet te vinnig oorgezwaai naar ons kant toe. Ben, wat de plan had jullie nou in die verleden gehad? Ons gaan een kastregister inbreek voor 3 of 4 pond. Ons gaan een dronkman oor die kop slaan op paydag. Het is ons niet bezigheid nie, man. Maar hierin, het is die moeite werd. O, Ben is rege. Ek skiem ons vat een lelijke kans met die AT. Eén ding moet vir julle baie duidelijk wees. Die wat moeilijkheid maak, gaan moeilijkheid kry. Ons weet het en hy weet het ook. En morgen terwijl ons wacht, kan ons nie sommer rondkleren. Ek moet maken soveel werk. Hoe lekker. Gaan julle boys my help? Ek op hierdie veilplaas werk. Sê mal, morgen gaan ek jou dop hou. Morgen doen ek my gewone routine. En julle drie, pas die ou kerel en die 2 vrouwmense op. Alles sharp uitgewerkt, hè? Jy pas die ou kerel op, ek pas die ou tannie op, Benny by, en hy, hy klim op die trekker en rij. Kops, Benny, lijk my jy het al vergeet, Benny die oud man, Benny die oud, ek kwaad word, hè? Oké, julle vertrouw my nie, pas my op en pas my goed op, hè? Maar ek sê julle net, morgenochtend 6:30 gaan ek werk, en die van julle wat wil saamkom, is welkom. Nou praat jou kat, jy verstaan sê ons probleem, hè? Kos! Taf, hè? En jij kom hier. Ik ga jullie de hele dag met jullie goed doppen, ook, kat. Met wie praat je, jong? Hou je bek, man, en ga doen je werk. En wie denk je gaan eindelijk voor jou pas? Kleinboy, breng mij goed om naar de andere kant van het slaan uit, jong. Voor ons moet volgelijk niet meer uit telefoon draaien. Ik heb het al gisteravond gedaan, maar gaan doen je werk. O, groot bek. Die ding met de dubbele extensie. Willy! Je ding was altijd over deze Bobby Jan. Wat je om nou, hoor. Gaan snij gauw daar die draden daarboven, Willy. Ga met die paal. Jullie is voor een kopje thee niet? Ja, en de meester sergeant, ik is een beetje vast hier zo. Wat doe je? Sergeant, weet ons van daar ook gisteren, maar die gestelde wordt door, sergeant, hè? Ja, wel,
Hij is nou hier bij mij en... Wat is dat daar? Excuus dat zo'n vrachtuig, het is jammer. Graag verleden gebeld. Nog niet voor is het maar ik is nu van plan geweest om uit te rijden. Het kijk op als recht is zand. Bedoel je, al het niet gebeld? Ja, zeker vergeet ze zo. Ik vergeet het niet, het is het belangrijkste ding voor de wereld. Dat is fout, ons moet iedereen plaats doen. Het is een safari Joe-like. Ja, dan word je, mate. Is nou net bezig om mijn suit niet om bij schoen te maken. Nou, nou lijk ik weer respectable like. Je is een gerook. Hé, hey Nick, je hebt een lekker bevanchile daar, hè? Nick, wat goed is het daar, joh? Ja, toe, sê vir ons, wat is het? Jullie mensen gaan jullie nog wat verdwaal. Smaak net zijn witgoeders met mijn oma naar brandy zit en zij alles is kreem. Je weet niet wat het is, maar je zal het nooit verkopen. Ja. Elzebeth. Even met jou praten. Wat doen jullie hier? Wat maakt Louis hier? Morris hier alles weet, je hoeft je niet te bekommeren. Niks zal met jou of met jou ma of met om Hans gebeuren. Hoe kan ik zeker wees? Jullie moeten reden hebben voor wat jullie hier doen. En wat het ook al is, jij is deel daarvan. Ik wil weten wat hier aangaat. Elsie, kan je niet proberen mij net voor één keer te vertrouwen? Waarom moet ik? Maar dat is maar vanzelfsprekend. Ik zal me niet toelaten dat iets met jou gebeurt. Hoe komen we dan vanzelfsprekend voor mij wees? Omdat ik zekere gevoelens tegenwoordig heb. Maasrecht, jy kan enige mens verlei met jou vleipraatjes. Jy het een op ander plan in jylle mou en jy kom hier en praat met my oor gevoelens. Ek weet ek mag nie eens met jou praat nie, maar glo net een ding. Jylle was die enigste familie wat ek ooit geken het. En jy is die enigste meisje wat ek ooit lief gehad. Waar? Ja, ik zie het zo. Mijn naam is daarop, hè. Als twee mensen bij de opstal, hier is iets verkeerd. Constabel, ga al die brief. Aan de viervoet. Ja, sergeant. Kruip op je knieën, man. Moos als hij ons kan vertrouwen. Hij is een goede zin. Als ons rechte werk gaan, krijgen ze hem nog scotvrij. Ja, vanavond om 9 uur komen we door, dus ik wil in de arena. Vanavond om 8 uur, wanneer hij gereed maakt, dan zal ze hier voorkeer. Ik zal een paar extra politiemannen krijgen om je te helpen. Voor mij, zo. Kom ze samen niet samen. De paar ambtelijke taakjes om nog af te handelen, een beetje dino's zien, dat ontwikkelen karakter, standvastigheid en je moet die werk leren, hè. Asseblief, kerels. Esther, maak voor mij die Bijbel op bij Genesis 27. Genesis
Genesis 27 vers 1. En toen Isaac oud geworden het, en sy oor zwak was, zodat hij niet kon zien, nie, het is sy oudste zoon geroep en gesê, my zoon, en hij het geantwoord. En toen zei, kijk toch, ik het oud geworden en ik weet niet die dag van mijn dood nie. En verder aan Louis, vers 24 vraag Isaac, is jy waarlijk my zoon Esau? En hij antwoord, ja. En nog verder aan Louis, vers 27. En hij nader gekom en hom gesoen. Toe ruik hy die geur van zijn kleren en hij seën hem en zei, kijk toch, de geur van mijn zoon is soos die geur van die veld wat die Heere geseën het. En mag God aan jou gee van die dou van die hemel en van die vetgrond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Wat sê jy hiervan, Louis? Het is mooi, pa. Ek praat nie met jou nie, Nick. Ek praat met Louis. My seun Louis, die een wat gister hier aangekom het. Hé, hey, hy weet, jou kerel het uitgevind. Ja, ek het uitgevind, Louis. Ek het soveel jare verlang na een seun, dat enige seun vir my goed genoeg was. Enige een. Wat gaan jy nou doen, Louis? Nou laat ek weet. Ek ken nie die dag van my dood nie. Gaan jy my vanavond doodmaak? Of is vaders moord nie een van jou talente nie? Hoekom praat jy nie, Louis? Pa, ek, kerel, hy is bang vir jou kerel. Nee, Louis, moet nie vir my bang wees nie. Trap net uit hierdie huis uit, trap nou. En jy nie. Jy is seker die gemeense skort van almal. Jy wat nie geld steel nie, maar gevoelens. Jy het my liefde kom steel en my gebruik vir een of ander plan. O ja, ek weet jylle is hier met die plan. Ek het jylle gehoor. Nou toe nou. Jullie hebben die schuilhoek gevind, nou is het tijd om bank toe te gaan. Loop, doen jullie werk vroeger als wat jullie beplan het. Toe, loop, weg is jullie. Maar pa, alsjeblieft, ik wil... Uit, uit, loop. Kan jullie niet zien wat jullie allemaal gedoen hebben? Die loop dan toch ook. Maar goed dat die ook kerel ons weggejaagd het. Nou kon ons tot actie oorgaan. Hé, hey, hé, hey, wacht dikkie. Wat is jy so haastig? Jy het gesê 9 uur is, nou is half 9. Wat maak die saak of 9 uur of half 9 is? Is jylle bang? Nee, enig iets is beter om hier in die gras tussen die baks te lê. Ons sit al vir meer as 'n uur hier. Nou kom ons loop. Hey, die mooiste bankje in de hele wereld is lekker. Ben, ga geer die kinderskrikkers en hou een beetje oog hoor. Weg. Laat jullie boys. Sweet nou, Ben. Lekker fireworks lekker, Louis. Smart voor die plan. Ja, nogal. Dis nou, kom ons gaan kyk. Hallo, Sergeant Lewis. Ek bel van die camp plaas af. Dat is groot trouble hier, so sal jy gauw uitkom asjeblief. Jy kan my nie van die campse plaas af bel nie.
Die draad is gesnee, man, Louis Kemper, dat gedoen jy weet, mos. En as jy nou omdraai, is daar een constabel wat jou baie graag wil arresteer. Geluk binnen, zeker een van die zins wat net een van het vuurwerk hier binnen laat beland is. Moet zeker wees. Maar kom eens kijk. Wat wil je denken? Wat komt? Wat ga je dan? Was het bezig om een bank te beroepen, meneer en heren. Ze hebben liever stil op je, wordt geschikt. Heel werk om op te passen. En Louis, daar is iets keilig aan die gang. Een kop kraak hier naartoe. Die dan gaat niet werken, ja. Wel, misschien kom je in een stap. Staan je eigenlijk? Op zijn lampen bleef. Je werkelijk al, Louis. Zat er hier, ik ga een skip gelopen als mijn kat weer. Die voelde ik, dat is niet. Kom, premier, en kom, waar is je geld? Sluit op. Kom, mijn wapen, beschiet je. S'nachts is een beetje stil daar bij die huiskerels. Wonder of er iets verkeerd is niet. Het is al 8:30 en daar is nog geen teken van die mensen niet. Ik denk ik ga een beetje kijken waar aan gaan. Wacht voor mij hier zo, hoor. De premier, en waar is je geld? Maar gauw, joh. Pak het aan. En dat zijn allemaal verbrekte pijvers, hoor. Maar gauw, joh, maar gauw. Maar gauw, man, maar gauw. Kerels, zeg eens bevrees, daar is een beetje moeilijkheid. Dat is vroeg van een aantal weg, man. Ook jij had het weggejaagd. Wie heeft niet eens geweten dat niks aan met ons werk toen ik hem vertellen doen. Maar je geschokt nogal ouder. In elk geval, ik denk, hij man is al bij die bank, jong. Kom, maak sporen. Ik heb jullie maar gezegd, ik is een goede zin. Ja, dat is nou alles goed en wel. Maar die hele uur voor die tijd hier uit te jagen, je hebt naar binnen die gevaren gestuurd. Is daar niet iets wat ons kan doen? Het is jammer. Het is te laat, ons nog maar net moet wachten. Gelukkig is sergeant Loot in het dorp en hij is een wakker kerel. Hey Louis, hey, wat maak je? Penny, kom ons kijken. Ach man, wacht niet hard aan deze. Ik zal een vijf belangrijke persoon. Weer Vermeeren? Nee, ik denk Vermeeren zal die sergeant gaan slapen. Nee, ik meen hier Nick Lotter wat ons hier heeft. Die politie heeft geweten van hier die plan. Binnen zeker al gevangen, dus waar hij ons kon waarschijnlijk niet. En daar is net één man wat daar kon gezeten, dat is Nick. Nick, ik hou je revolver op je rug gekorrel. Enige inmenging van die politie, je vrienden, en je krijgt het. Die bank was vanavond opgehouden. Dat is jouw schuld. Louis, ik verzeker jou. Ik heb geen verzekerings nodig niet. In elk geval zou ik jullie samengevat hebben. Niet voor jou niet, niet voor Benny. En niet voor Willy niet. Tot ziens, Willy. Tante Louis, ons is Mr. Jones. Zo is jou uit van die klotter. Maar niet nou, niet een oomlikkie later. Ik heb jou nou de nodig om achter de schijn in geval dat politie bij de kant mee wacht. Ik was nooit van plan om je geld met jullie te delen, niet. Dat wordt het voor mijzelf, hè. Nu kan ik naar een ander land toe gaan. Draai om. Loop. Want daarna is er een wolver achter je rug met baie graag wil afgenomen, hoor. Thank you.
vir hom te groet, juffrou. Moenie bekommerd wees. Tot ziens, juffrou, ek wag in die gangwa. Tot ziens, mense. Tot ziens, tante Esther. Dag, kind. Gaan goed vir Elsa, bin ik. Tot ziens, maans, en baie dankie. Dag, Nick. Kom terug, hoor. Misschien sal jy weer een dag vir my pa noem. Tot ziens, Elsa, bie. Kan jy my nooit vergewe nie? Kom terug, ons het jou allemaal lief. Allemaal? Ek die meeste.